zijn gelukkig anders. Oh, jij hebt hetzelfde als ik. Dan kun je als 20% zo laag geboden is, dan geldt 50%. Tuurlijk, dan kan je altijd lager. Ja, en dan ineens zegt iemand, nee, dat doen we niet. Ja, dus de lol van het verhaal is dus, dat dus je vraagstelling, dus het eigenlijk belangrijkste is het hele acquisitieverhaal. Mag ik nog even vragen, hoe je dan met dat voorbeeld van die uurtarief, hè, weer op dat dagdelenverhaal dan komt, want daar wordt dan ook gepraat over het tarief. Ja, ja, maar ik roep altijd, om wat voor werk gaat het nou? En dan kun je heel vaak zeggen, ja, dat, ik begroot dat zo, nog even een paar dingen meer van u weten, om u wat gerichter te kunnen antwoorden. En heel vaak zeg je, ik ga dat niet zeggen in het eerste gesprek, ik zet het in een brief. Maar ik kan wel de vraag stellen, wat bent u op dit moment voor dit soort werkzaamheden kwijt? Ja. En als jij zegt, ik wil naar dag delen, dan zeg je gewoon, als ze dus een dagdeeltarief noemen, zeg je, dat is per uur, neem ik aan. Ja. Nee, per dagdeel. Ja. Oh, dan moeten we even kijken wat voor werkzaamheden dat zijn. Wat doen ze daarvoor dan precies? En soms blijkt dat appel en peren zijn. Hè? Ja. Dat mensen wel een basistarief begroten, dat kennen ze in hun scope, dat hebben ze in hun kop zitten, maar er komen allerlei dingen bij. Ja. Ook wel bij Laplace gegeten. Min meer werken. Ik zat daar laatst even. Biefstukje 15 euro, frietjes 2,5, salade 4 euro, sausje, dressingje erbij 1 euro. Ja. Je zit zo op een Hilton-tarief, idee. Ja. En je moet zelf nog van die ruif afpakken ook, maar het ziet er leuk uit. Ja, dus het is vaak de vraag, wat houdt dat tarief nou in? En dat moeten we natuurlijk meer doorvragen. En daarom zijn die vragen zo belangrijk, toch? Ja? Nou, partnership, ik pleit er dus heel hard voor. En ik ben met je eens, de kreet is soms een beetje een kreet die iedereen hanteert. Net zoals het woord accountmanager, ken je dat? Mm. Nou, accountmanagers zijn vaak helemaal geen accountmanager. Maar het scheelt een salarisronde als mensen dat voor een visitekaartje krijgen. En dat maakt een leuke indruk naar je neven en zwagers. Die op een gegeven moment dachten dat het toch niet zo geweldig met je af zou lopen. En dan ben je accountmanager. Maar als ik zeg, wat houdt dat nou in, dat accountmanager? Dan is het vaak gewoon een verenigde vertegenwoordiger met een andere kaartje. Maar het is niks anders. Het is niet echt een accountteam als je aanstuurt. Ja? Ja, punt. We hebben te maken met al die dingen. Dan lees dat maar eens door. De laatste is heel leuk. We hebben te maken met diversity. Dat was eigenlijk het antwoord op punt 1. De klant herkennen. Hè, als leerdoel. Op wat voor type klant heb je nou voor je? He, want diversiteit is het onderwerp wat ik op 11 universiteiten in Duitsland doe, de Engelse taal. En wat we hier ook eens een keer als programma hebben gedraaid. Het is een programma waarbij je praat over kenmerken van klanten. He, met andere woorden, dominante klanten. Hoe herken je die? Waar herken je die aan? Heb jij een idee? Dominante klant? Wat is de definitie van een dominante klant? Over en bovenop. Overal bovenop. Houding, hè? Houding. Wat nog meer? Beetje arrogant, ja. Beetje arrogant. Joh, hebben we nou positieve annotaties bij het woord dominant gehoord? Deel wel, hè? Ja. Laatste was die positieve? Arrogant? Nou, voor mij niet speciaal, nee. Maar hij bedoelt het wel positief, hoor. Kan wel. Maar het kan zijn dat hij het is, maar het is abonnees. Weet je wat nou een typisch internationaal kenmerk van dominant gedrag is? Hard praten. Hoe zeg je? Hard praten. Dat is voor een deel van dominant alleen maar. Want er zijn ook dominanten die zijn heel goed in zacht vragen. En die hebben er ook van die röntgenogen bij, ken je? Dat zijn wat we noemen taakgerichte dominanten. Die zeggen, mevrouw, moet u toch eens even vertellen. Als ik uw product en dienst nog vergelijk met de firma X, dan valt mij op dat u eigenlijk intrinsiek dezelfde bodemwaardes biedt. Maar waarom vraagt u nou 300 euro meer? En dan kunnen ze je af en toe wel wegdragen. Want die mensen die hebben dus de bedoeling om dus door jou heen te kijken, jou onzeker te maken. Om zelf daardoor weer zeker te worden. Dat zijn de wat we noemen taakgerichte dominante mensen. Eén ding hebben ze gemeen met de wat we noemen mensgerichte dominante mensen. Er zijn twee soorten dominanten namelijk. Die mensgerichte dominante mensen, die hebben veel meer dat ze zenden, blazen. Hè? Dat ze veel praten, dat ze outputgericht zijn, om het maar netjes zonder door negatieve connotaties te zeggen. Je kunt zeggen dat taakgerichte dominante mensen zijn veel meer gericht op input. Veel informatie verzamelen. Kun je je voorstellen? Mm-hmm. Dus dat zijn twee dominante verschillen. Maar één ding hebben ze gemeen. Ze nemen op alles het initiatief. Die van initiatief. Een kenmerk voor internationaal dominant gedrag. Kun je je voorstellen? Ze zijn snel over het algemeen. En ze werken in hoofdlijnen. Daar kun je dus op letten als je dus te maken hebt met dominante mensen. Dus als je dus zelf een product
productspecialist freak bent en je bent ooit productmanager geweest bij je onderneming waar je niet meer werkt. En je spreekt een klant en die zegt waarin onderscheidt u zich, ga dan niet een PowerPoint van 28 vel